I'm just beginning. The pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you. Open up the dirty window. Let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something in the distance. Come on. Gevoeld. Ja. Wie ben jij? Ik ben Nora. Dag Nora, aangenaam. Hallo. Wij zijn de coaches van The Voice. Dat merk ik. Ja, ik heb niet gedraaid omdat ik eigenlijk voelde dat er niet genoeg maturiteit nog niet in zat of zo. En het waren heel veel woorden. Mm-hmm. En het was zo'n beetje. Maar ik begrijp wel waarom dat er wel gedraaid is. En dat gaan zij nu uitleggen. Als ik mag, ga ik daar meteen op aansluiten. Ik hoorde ook dat je nog niet veel ervaring had, maar tegelijkertijd dat je ook heel jong bent. En dat vind ik op een of andere manier heel tof. Omdat ik denk, als je jong bent en je kunt dan de juiste kansen krijgen en je kunt die dan nog eens zo verstandig zijn om die te pakken, die kans, dan kun je heel ver geraken. Dus ik werd er blij van, ik draaide me dat net om. Ik moet wel zeggen, mijn tactiek was grappig als op het einde doen, maar aan de overkant had er iemand dezelfde tactiek. Dat was wel spijtig. Maar ja, ik ben wel fan. Oh, dank u wel. Nora, ik zou het ook leuk vinden als je niet heel de tijd even dunnetjes blijft zingen of zo. Dat mag soms een beetje dikker worden, een beetje aanzwellen. Dat je weet wel dat je dat nummer wat straffer kunt maken. Zo. Ik denk, daar kunnen we echt wel aan werken. Hè? Ja. Dat is wel, dat is werken. Hè? En dan durf ik niet zeggen van, oh ja, resultaat, dat gaan we sowieso krijgen. Maar ik vind wel dat je het voordeel van de twijfel verdient. Het was te veelbelovend, vind ik, om niet voor te draaien. Oké, dank u. Dus kijk. Dank u wel. Ik zal nooit iets zeggen. En Nora, het is dan nu om te kiezen. Het enige wat ik kan doen is heel diep proberen in je ogen te kijken en hopen dat je voor het juiste team kiest. Dus jij mag beslissen wie dat uw coach wordt. Oké, ik ga voor. Ik heb hier al lang over nagedacht trouwens. Oh, je wist al dat je erbij ging zijn dan? Ja, nee. Als hè. Nee. Is uw mening veranderd of niet? Of blijft het bij u? Nee, ik blijf bij mij. Oké. Ja, ik ga voor Koen. Thank you.